Ruim 100 illegale goudzoekers hebben dinsdagavond het terrein van goudmultinational Roosevelt Gold Mines betreden. Dit ging echter niet zonder slag of stoot. Hoewel officiële cijfers nog ontbreken, zegt Sharmila Jatanansing, manager Legal and Corporate Affairs van het bedrijf, dat de schade enorm is. Ze benadrukt verder dat goudzoekers van de vereniging Makamboa niets hiermee te maken hebben. De groep was vrij agressief, stelde zich ook agressief op. En daarop heeft de politie samen met de anderen ze aangemaand om de pit te verlaten. Maar dat heeft dus geleid tot een clash tussen de beide groepen. Het onderzoek is op dit moment gaande. Wat ik hierbij wel kan aangeven, en dat is ook in overleg met Makamboa. We hebben natuurlijk contact gehad met de autoriteiten in New Coffee Camp zelf, dat Makamboa hier geen deel aan heeft gehad. Dus de houtzoekers van New Coffee Camp, de dorpelingen van New Coffee Camp staan hier buiten. Met name waar het nu om gaat is, drie werknemers van Roosevelt zijn bij dit incident dus gewond geraakt. Daarbij heeft de politie dus ook waarschuwingsschot moeten lossen. Een van de illegale goudzoekers is in zijn been geraakt. Hij is ook aangehouden door de politie en afgevoerd naar de medische afdeling voor verdere behandeling. En de werknemers van Roosevelt, die hebben de drie, die zijn ook gewond geraakt aan hun gezicht. Ze hebben scherven in hun ogen gehad. Die zijn ook vervoerd naar het ziekenhuis in Paramaribo voor verdere behandeling. Kijk, we zeggen altijd, en dat is topprioriteit, veiligheid van onze werknemers. Dat is het allerbelangrijkste. U sprak daarnet over Makamboa, overeenkomst die onlangs nog is gesloten met Makamboa. Brengt dit voorval de overeenkomst die gesloten is met Makamboa in gevaar? Nee hoor, nee, zeker niet. Met Makamboa hebben we hele goede afspraken gemaakt, tezamen met de autoriteiten die daarbij betrokken zijn. En die afspraken staan helemaal los van dit incident. Kenia Pansa, districtscommissaris van Brokopondo, betreurt dit voorval. Volgens haar is de rust intussen teruggekeerd. We kijken nu ook naar andere maatregelen die getroffen kunnen worden. Maar dat is nog niet helemaal in kaart. Maar net zoals ik heb aangegeven, de security is on time. Ze voeren hun werk uit. De illegale mijnbouwsector in Suriname, het is een problematiek van ons allemaal. Omdat het niet alleen maar jongeren zijn van Bosland-Creoolse afkomst, maar van alle bevolkingsgroepen heb je die zitten in deze sector. We moeten echt gaan zitten, brainstormen. De overheid samen met andere mensen dus die de deskundigheid hebben, hoe je deze sector in kaart kan brengen. Want het is niet alleen maar criminaliteit die je dekt, maar ook inkomstenderving voor de staat. Districtscommissaris Kenia Pansa over het incident dat zich heeft voorgedaan op de concessie van Roosevelt Gold Mines in het district Brokopondo. Pansa zegt dat de politie nu bezig is met het verdere onderzoek van deze kwestie.